Jij zin om nog veel te veel geld neer te leggen voor jouw FIFA 16 Ultimate Team Coins? Nee! Ga dan naar fifacoinservice.com, de goedkoopste en meest betrouwbare website van Nederland voor jouw FIFA 16 Coins en gebruik de code HART voor korting. Yo mensen, wat is dat? Marcus War Dynasty en ik heb een klein nieuwe miniserie iets. Het is wel iets met squad builds, ik dacht ik kan jullie ermee helpen. Veel van jullie hebben al semi-duur team in vraag, was maar ik heb 10k team, 5k team, dit en dat. Dus ik dacht ik doe de discardables. Vond ik wel lekker klinken. Het is gewoon simpel, ik maak van een league een team waarvoor de spelers voor 350 of 600 coins kan kopen. Of als de special cards bijvoorbeeld voor 10k. En je kan hem discarden, je maakt er eigenlijk geen profit op. Dus de eerste league die ik heb gedaan, zoals jullie kunnen zien, is de Eredivisie. Leek me een vrij logische keuze, weet je, ons eigen landje. Leek gewoon prima, er zitten genoeg cheap spelers in. Dus zonder al te veel gedoe, ik ga het team erbij pakken. Dan ga ik je naar vertellen, is het wel goed, weet je, hoe moet je het gebruiken. En dan kun je dit gewoon gebruiken naast je dure teams. Zodat je niet twee redelijk dure teams hebt, maar kan je één dure hebben en één fucking cheaper die je gewoon kan discarden en daarna weer opnieuw kan kopen als je wil. Of je ook geen contracten te kopen. Dus zonder al te veel gedoe, laten we gewoon beginnen. Op doel hebben we Jasper Cillessen. Ik heb hem gekocht voor 700 coins. Je maakt iets van 44 coins los als je hem discard. Het is echt belachelijk. Hij is ook echt gewoon heel goed dit jaar. Hij is echt heel goed. Hij stopt ook zwaar penalties in-game. Soms ook wel een saillant detail. Rechtsbij Santiago Arias, 350 coins. Je discard hem voor, ik denk, 306 of zo. Ik, het zijn allemaal die mini dingen. Hij is best wel goed. Hij maakte geen fouten. 84 pace is best wel welkom. Aanvallend voegt hij weinig toe. Maar verdedigend staat hij best goed voor een rechtsachter. Weet je, ik heb, de verdediging was het beste waarschijnlijk aan dit team. En dat is wel een pluspuntje gezien de Eredivisie. Dan hebben we Sven van Beek. Nou, hij heeft low high work rates. Hij is 6'3". Hij heeft 1 goal voor me gescoord. Wat ook een best een wonder is. Hij is verrassend goed. Ik kijk naar zijn kaart. Ik denk, ah, het is wel leuk. Weet je, niks bijzonders. 77 meter kaart. Maar hij speelde heel erg goed. Rechtsbenig ook. Is natuurlijk super handig. Dan hebben we hier Moreno van PSV. Medium high work rates ook. Lang genoeg. Goede stats. 79 credit. Zoals ik zei, ook geen probleem mee. Ik had gedacht dat hij iets langzamer zou zijn. Maar dat viel best wel mee. Hij was gewoon wel goed. En dan Willems natuurlijk. Hij kost maar 650 coins. Zeker omdat, ja, de paai is er nu niet meer. Dus niemand heeft de reden om Willems te gebruiken. En dit is fucking chill. Wierste skills zijn echt heel handig als je mee naar voren gaat. Ik heb hem natuurlijk wel op stepback wel attacking. Maar alsnog komt hij wel mee naar voren op die manier. En dan hebben we natuurlijk Gudelje. Vooral vanwege zijn physical en dat hij kan meeverdedigen. Medium workers is prima. Heeft een harde vrije trap. Heeft 1 goal voor hem gescoord. 1 assist. En heeft een keer iemand doormidden gezaagd voor die geel kreeg. Dan hebben we mi amigo Guardado. Hij is best goed. Hij is de beste speler uit het team, denk ik. Op basis van hoe hij speelde. Hele goede allrounder. Voelt vrij snel, maar zijn schiet is inderdaad, ja, precies wat je zou verwachten. Zijn verdediger voelt veel beter dan 66. En zijn shooting voelt veel slechter dan 67. En dan hebben we nog Ziyech natuurlijk op CAM. Ik had Klaassen kunnen doen, I know. Maar ik wilde echt een spel maken. En heeft high-low work rates, wat fantastisch is. 6 assists en 2 goals in 6 wedstrijden is natuurlijk fantastisch. Narsing. Jezus, wat een berg shit. Milik, hij is goed. Best wel heel erg goed, moet ik zeggen. Beter dan de Jong, vond ik hem. En dan hebben we Lestien op links voor. Verrassend goed, moet ik zeggen. Dit team kost je in totaal dus. Ja, je kunt het eigenlijk nu wel op je scherm zien ook. En dan, ja, ik ga jullie even vertellen hoe moet je dit spelen. Hoe moet je het gebruiken. En hoe kun je dit het beste gebruiken? Wie moet je misschien vervangen? En dan, ja, dat zie je dus zometeen. Korte mention is dat ik laatst heb gestreamd op maandag om precies te zijn. Het ging best wel goed, ondanks het OBS kloten, wat je vast later nou ook had. Had ik een best wel lekkere stream. Het ging best wel goed. Veel mensen kwamen, althans redelijk wat mensen dus. Als je dat dan volgt, ga je dit weekend weer streamen. Dan zal ik het ook via YouTube aankondigen. Link staat alvast in de beschrijving. Ook voor een game gaan uit Fury 90. Is een voetbalmanager game die je gewoon op je, zeg maar, je telefoon kan doen. Je kan spelers kopen, bepaalde coins je kan verdienen. Je kan divisies spelen, je kan speciale toernooien doen. Er komt een speciale soort Hard Dynasty Cup misschien. Dus dat is wel cool. Het is gratis. Dus je kan het gewoon downloaden, kun je mij toevoegen. Mijn club heet Obesiektas. En daar kun je me toevoegen en dan kunnen we games tegen elkaar spelen. Je kan mijn club joinen, al dat soort dingen. Maar nu over het team. Het is zeg maar rating. Ik heb nu even geen layout of zo erbij. Maar als ik het team moest beoordelen, een basis van ster, ik zou de defensie 9 uit 10, zeg maar. Want het is heel goed voor hoe het speelt. Maar het is niet perfect, maar de work rates klopt echt heel goed. Medium high en low high op Centwex is echt een droom aangezien ze... Workrates maken echt uit. Ik denk dat veel mensen dat niet doorhebben of snappen. Maar dat is daadwerkelijk zo. De fullbacks zijn supergoed. Willems wisten we allemaal. En vorig jaar merkte hij dat misschien wat meer. Nu gebruiken veel mensen misschien niet. Omdat, ja, weet je, de buyers niet meer. Dan is het niet meer leuk. Hij is zo goed, Willems. Arias merkte ik aanvallend niet zoveel van. Maar vooral verdedigend was hij heel goed. Weet je, ik heb niet het gevoel dat een linker winger mij echt aan wist te pakken. En ik speel tegen een best een paar degelijke gedurende deze 6 games. Middenveld 8 uit 10. En dan ben ik, nou, als ik kritisch ben, 7,5. Guardado, oh, holy shit, man. Die gast is heel goed. Het is jammer dat hij Mexicaans is. Nooit echt met veel goede spelers zal linken. Maar ik vond hem heel fijn om te gebruiken, weet je. Kon goed mee verdedigen. Kon redelijk aanvallen. Ik denk dat een kermisje stijl hem heel goed zou helpen in bepaalde stats nog. Om het net iets verfijnder te maken. Maar al in al is hij echt de beste Guardado.
vrij goed. Deed goed mee. Beetje stijfjes, dat zou ik merken. Scoort op een gegeven moment 1 goal. En het ziet er allemaal een beetje moeilijk uit. Maar hij deed zijn werk. Won veel duels. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dan heb je sowieso nog Ziyech. Ziyech is een absolute beast. 6 assists. Die man combineerde perfect met echt iedere speler in mijn team. Dan hebben we de aanval. En de aanval... 6,5 van de 10. En dat is zeg maar niet lullig bedoeld. Want Milik scoort hoog op mij. Die zou ik persoonlijk een 8 geven of zo. Weet je, maakt redelijk goede runs. Heeft een goede linkerbeen. En hij doet gewoon zijn werk, weet je. Scoort genoeg. Assist. Prima. Lestien kan prima afronden. Ik heb het gevoel dat ik hem niet vaak genoeg gebruikte. Dat hij niet vaak in die positie kwam. Hij is al 3 goals gescoord. En dit deed ook best wel goed. Maar ik heb het gevoel dat er meer in zat. Dus ik zou hem een 7 geven. Narsing krijgt een 3. En dat is niks tegen Narsing. Want vorig jaar was Narsing goed. In FIFA. Althans, hij was redelijk. Nu is het echt een drama. Dus all in all. Dit team kost je dus zo'n paar k. Dus je hebt het op je scherm gezien. Laten we real zijn. En het is wel goed. Ik kan het je wel aanraden. Je wint er genoeg wedstrijden mee. Het enige wat ik je aan zou raden aan dit team. Is haal Narsing eruit. Voor mijn part zet je Bilal er neer. Of in de vorm Kuit. Of El Ghazi. Ik durf je te garanderen dat ze allemaal beter zullen spelen dan Narsing. Want Narsing was echt waardeloos voor mij. Then again, ik hoop dat jullie wat aan hebben. Ik hoop oprecht dat jullie dit team gaan gebruiken. Stuur me vooral een screenshot via Twitter. Laat me weten hoe het voor je speelt. Laat ook wel suggesties achter voor de volgende league waarvoor ik dit moet doen. Waarvoor jij denkt, oh, die zouden best wel een paar beasts kunnen hebben. En ik wil weten of het ook echt zo is voordat ik ze koop. Ik ben de guy die dat even moeilijk doet. Ik maak het team voor mee. Kan Serie A zijn met Dinatale, andere leagues, etc. Je weet hoe het werkt. Laat maar suggesties achter in de comments. Ik zie jullie graag bij de volgende video. Dit team, ja, je ziet het aan de gameplay. Het was goed. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als het zo is, laat er vooral een like achter. Abonneer als je het dan niet gedaan. Volg me dus vooral op Twitter en Twitch en Instagram. En dan, ja, dan zie ik jullie later. Ciao.